Welkom terug. Ja, we zijn aangekomen. Ik ben afgevallen. Ik ben zelfs afgevallen. Aangekomen. Welkom bij Borrefs. We zijn dus net aangekomen. Althans, ja, hoe lang zijn we hier al? Volgens mij al een tiertje. Een tiertje of zoiets. Thomas, we zijn nu aan een IPA'tje. Dus een session IPA. Session IPA. Hij ruikt heel goed. We zetten laag in. En dit is het begin. Dus ik ben benieuwd. Ik kom nu al niet uit mijn woorden, dus ik ben benieuwd hoe het straks is. Kom er maar weer in. Maar ik wou eigenlijk al wat eerder filmen, maar... Nog niet van mij. Nog niet van Thomas. Nee. Jurian. Maat van Jurian, ben al je naam kwijt. Jurian? Ja. Ga ik nooit onthouden. Hoe dan? We gaan even verder. Dit is trouwens een ijsbok van de molen. Begint dat nu al? Echt, dit bewaar ik voor het laatst. Ik bewaar dit voor het laatst, denk ik. Later. Welkom terug. Ja, en dat zeg ik expres, omdat de vorige review ging niet helemaal zoals het zou moeten bij een begin. Inmiddels aangekomen, nou, we zijn al een uurtje bezig. Uiteraard samen, Dutch Beer Collective, compleet mensen. Ja, niet vaak. Wat drinken? Nou, Thomas drinkt niks. Ik ben vandaag de Bob. Thomas de Bob? Ja. Oké, ideaal. Worden thuis gebracht. Ik drink nu de... Sauterne van Alvin. Dat is een bel. Dat zeg ik, maar het is van brouwerij Alvin. Oh jongens, echt. Begin. Het gaat gewoon. Nee, ja, laat maar. Het gaat gewoon niet. Ik hoop dat jullie het een leuke review gaan vinden. En ik hoop dat er nog wat leuke dingen aan zitten te komen. Maar als dit het begin is, mensen, dat belooft niet veel goeds voor het eind. Vooral Gerben, die is al echt straalbezopen. Dat is een alcoholist, jongen. We gaan weer door. Cheers. Welkom terug. Dat is maar een beetje mijn stopwoordje. Welkom terug. Kijk, Thomas een mooie foto aan maken. We zijn uiteraard nog steeds op Borrefs 2019 bij Brouwerij De Molen. Ik heb van Hair of the Dog heb ik een fret. Ik heb me laten vertellen dat het een heerlijk bier is. Volgens mij heb ik hem al een keertje op. Wat hebben jullie, heren, van bier? Ik moet even lezen, want voor mij is het een lange naam. The Economic Growth of the Geek. Klinkt wel heel... Ja, het is een IPA, Citra. Het ziet er wel een beetje uit, het is een New England style IPA. Ja, het is echt een IPA. Ik heb hier Summon the Blood ja. Van Wylam. En volgens mij spreek ik het uit als Willem trouwens. Ik zeg altijd Wylam. Het is Willem trouwens. Willem. Het is een vanilla coconut imperial stout, 13,5%. Heb jij ook al wat lichtere bieren onder de 10% gehad, Thomas? Staan die dan? Serieus? Mooi, staat het? Mooi dit. Ja, Thomas. Damn! Wow. Ja. Oké, we gaan in ieder geval even lekker... laat ik zo zeggen. Proost. Met z'n drieën. Proost. De Dutch Beer Collective. Ik wou net zeggen, vergeet niet. www.dedutchbeer... Is het nou de Dutch of Dutch Beer Collective? Google, Dutch Beer Collective. Ik heb die site hier gemaakt, geen idee. Right. Martijn Schaaf. Martijn, ja. Bedankt vriend. Door jou, nou goed. We gaan het proeven. Ja. We hebben alle drie wat anders, maar even snel. Wat zijn jouw bevindingen van jouw bubbly kerstje? Roasty toasty, coconut, definitely coconut, vanille. Heeft een beetje dat fruitzoetige van de kokos. En ja. Inderdaad gewoon lekker mooi mondgevoel. Chocola, bijna een soort van Bounty Light. Oeh, vind ik wel mooi. Gerben, wat... Als je het ziet, dan zou je echt denken het is een IPA inderdaad, maar het is echt een IPA. Met Citra en Galaxy. Cool. Super fruitig. Heerlijk. Ik heb de fret, dat is een strong ale. Uit Amerika, Hair of the Dog.
Oeh, ruikt lekker. Lijkt wel een beetje karamelachtig. En inderdaad, strong ale. Dat is wel, ik vind dat een hele mooie uitspraak. Ze doen niet zozeer quadruple of barley wine. Ze zeggen vaak strong ale. Hij ruikt sterk. Ik weet even niet welke percentage. Had ik even moeten kijken. Ik zou zeggen, jongens, proost. Proost. Geniet van Borhefs 2019. Lagheim. Hoe? Lagheim. Lagheim? Op het leven. Op het leven. Brut. Proost. Oh, lekker. Vol. Nogmaals, alcoholpercentage weet ik niet. Ik wil een leuke geintje uithalen. Jammer Thomas, jammer. Deze keer ben ik voorbereid, jongen. Ik zoen je weer, hoor. Oh. Ja, dat doen we straks achter de schermen wel even. Toch? Niet? Ja. Okay. Ja hoor. Heerlijk bier. Strong ale. Dik. Ik moet zeggen, volgens mij is hij qua alcohol denk 10-11%. Kom erop terug. Staat hieronder. Moet ik even googlen, checken. We gaan verder, anders duurt dit te lang. Zijn we terug. Samen met Jurian. En mijn buddy Joost. Joost. Cheers. Wat is dit? Ja, Ute of Ute. Ik weet niet hoe het uitspreekt, maar het is een IP'tje. Galaxy, Simcoe en Eldorado. Oeh. Dit is echt een bonbon, joh. Is dit bonbon? Deze is eigenlijk van mij. Dit is de collaboration samen met Kees. Dit is kerstbonbon. Imperial Stout. Zo. Ja. Dit is een snoepje. Maar ook koffie mensen, toch? Ja. En chocola, joh. Je weet het, hè, inmiddels, als jij een lange kijker bent, koffie, mensen. Samen met Joost, dit is toch wel legendarisch. Met Joost maken we een review. Joost is een bekende Nederlander hier, ook al hier op Borges. Ze hebben het regelmatig aangesproken. Zelfs Jurian, Eikhart, laat even je shirt zien. Yeah boy. Eikhart, volgend jaar, Borges, 2020. Heerlijk. Lekker, lekker biertje. Ja, we gaan snel door. Joost, bedankt voor deze review. Kort en krachtig. Ja, toch? Later. We zijn weer terug. Thomas Soudra. Goed, ja, what's new natuurlijk. Jurian zit aan 4 hamburgers. Hey, Remy! Douglas. Dat is echt de held van dit kanaal. Douglas is een van de eerste abonnees. Dat is echt top. We drinken nu de Eikhart. Hebben ze die hier ook? Ja, die hebben ze hier ook. IJs, Bob, mensen. Heerlijk. Top biertje. Joost, wat vind je ervan? Super lekker. Joost vindt het super lekker. Kijk, ik zal even laten zien hoe druk het is, mensen. Check het uit. Echt enorm veel mensen. Zo, het zonnetje. Het was even wat minder weer toen net. Je merkt nu dat het alweer wat beter wordt. Heerlijk. We gaan door, mensen. Borhefs 2019. Tot zo. We staan hier bij Kees. Thomas? Ik moet nog even iets kwijt, hè, volgens jou. Wat dan? Wat moest ik ook alweer zeggen? Of all the things I've lost, I think I missed my mind the most. We zijn lekker bezig. We zijn bij Brouwerij Kees. Ja, en daar moeten we uiteraard ook geweest zijn. Het gaat hartstikke leuk. Borhefs 2019. Mensen. Oh, ik weet nu als ik dit terugkijk dat ik denk van fuck, het is alweer voorbij. Fantastisch. Samen met Thomas, Gerben, Jurian, Douglas, Ben, Joost. Ga zo maar door. Ik vind het echt fantastisch. Toch? Later. Hoi. Welkom terug. Hallo. Samen met Thomas. Ik ga zo staan. We gaan een beetje half Inception. Inception. Ja. Ja. Deze ga je zowel terugzien uit twee hoeken bij Remy. Maar ook... Uiteraard bij Thomas Opent. Ja. Check Thomas' kanaal. Thomas Opent op YouTube. Ik kijk natuurlijk ook op de bier die ik hoor. Ja.
Wat drinken wij, Thomas? Nou, we hebben hier de Session Icebox van Brouwerij Kees. Ja. 16% Icebox en het basisbier is hun Breakfast Stout Top of the Morning. Top of the Morning, oké. Okay. En dat is een 8,8% trouwens, weet je het even. En deze was? 16. 16. Dus bijna verdubbeld. Ja. En ja, ik weet niet. Hij ruikt een beetje, hij ruikt wel aardig scherp moet ik zeggen. Ja, hij is best scherp. Hij is scherp, dat klopt. Dat is cool. En ik vind hem qua body ook, vergeleken met wat ik tot nu toe sommige bieren van lager en ook wel hoge alcoholpercentage heb, de body laat een beetje achter. Zeker. Ik moet eerlijk bekennen dat ik de Sumo Raakle, die is vorig jaar de brouwerij Kees, ja, die was toch wel beter. Ja. Maar we gaan hem proeven, Thomas. Proost. Het is een beetje... ik vind hem wat... een beetje een pittig bakje koffie met van het suikersiroop erdoor. Ja, ik moet wel eerlijk bekennen. Ik vind hem... Hij... qua drank. Hij is gewoon enorm aanwezig. Het is een... Het bier valt een klein beetje weg. We hebben vandaag bieren gehad die hoge alcohol hadden en soepeler waren. Ja. Veel soepeler. Ja, kijk, hij is niet verkeerd, zeker niet. Nee. Hij, ik denk als je hem iets langer laat liggen, dus wat zal het zijn? Een paar maanden, een maandje of 4, 5. Ja, geef hem even de tijd. Ik denk dat hij dan een stuk beter op zijn weg komt. Dat denk ik ook wel. Maar dat is een liefde minder. Prima biertje hoor. Het feit dat je dit gewoon even lekker voor zo'n muntje hier kan proeven, is niks mis mee. Eén muntje? Ja. Voor elk bier? Ja, dat is geniaal. Maar dat is gewoon briljant. Je hebt festivalen, dan betaal je voor sommige bieren 3 munten, die zou hier gewoon 1 munt zijn. Dat is wel een van de charmes om voor. Als je een cijfer aan de bier moet geven? Ik geef een 3,75. Ik ga mee met Thomas. En dat bedoel ik op de Untappd manier, ik doe altijd van 0 tot en met 10. Maar ik geef hem ook een 3,75. Uit het 5. Uit het 5, ja. Gewoon een hartstikke leuke ijsbok, leuk maar ijsbok. Ik heb ze beter gehad. Uiteraard. Ja. Tot zo weer. Tot de volgende bier. Cheers. Oké, so Van Horizon is sold out. Ja, Van Horizon is gone. Oké. The Spectre 9 is going on. Oké, we'll come back for that one later on. So Spectre 9 is Van Horizon with Asian rum barrels. That will do us quite nicely actually, oh yeah. Thank you very much. Cheers. Hey, cheers. Thank you very much. Links in de onderaan de video, je weet hoe het werkt. En Kevin, dankjewel. Zijn we live nu of niet? Ja. Oh, we zijn live. Nou, we staan in de rij bij Omni Pool ook. Oh, sorry. Dan moet ik ook bij, ik hè? Heb nog geen idee wat voor biertje we gaan halen. Ik zit hier een cursus te geven, zo oké, wil ik zeggen. Nou ja, we gaan even kijken of er nog wat is. Die rij was echt fucking lang de hele dag al. Ja. Maar we gaan nu ons best doen om wat te scoren. Wat ga je scoren? Bier? Oh, bier. Oh, bier. Gaan we doen. Ja. Wat moet je dan scoren? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen, Remy? Blubberdikke Jetsers. Blubberdikke Jetsers, dat vind ik een goed idee. Ik heb er wel bij gehaald. Ze zijn een beetje vergeten waar ik ze gelaten heb. Gaan het zien. Ik denk dat ik het wel weet waar ze gelaten.